Je hebt natuurlijk allerlei koffiegerelateerde bedrijven en sommige die groeien uit tot een exportproduct. Nou, letterlijk en figuurlijk exportproduct is Menno Simons van het bedrijf Trabocca. Ik zeg altijd maar, vanuit de hele wereld vliegt iedereen naar Amsterdam toe om als eerste zijn koffies te kopen. Menno, hoe kan dat? Wat doe jij wat anderen niet doen? Wat we met Trabocca doen is eigenlijk meer, ik noem het altijd, meer facilitator dan handelaar zijn. We proberen de boeren te ondersteunen met machines, know-how, finance, echt alle tools die ze nodig hebben om beter en meer koffie te maken. En daar zijn we heel erg mee involved en dat is onze toegevoegde waarde wat echt nodig is om betere koffies te maken. En hoe moet je dat in de praktijk zien? Daar kijken allemaal horecaondernemers mee en hoe doe je dat? Breng je geld erheen of machines? Hoe zit het? Ja, we hebben bijvoorbeeld in Ethiopië joint ventures opgericht en eigen personeel rondlopen om al onze projecten te begeleiden. En met die projecten hebben we inderdaad 5 jaar geleden al biologische pulpers 9 neergezet. Dus die zet je dan bij de coöperaties neer. En als je alleen dat doet is het niet voldoende. Je moet mensen gaan trainen, je moet zorgen dat er voorfinanciering is, zodat ze die bessen tijdig kunnen kopen voor de oogst. Even een biologische pulper 9, wat moeten we daar... Ja, je hebt natuurlijk pulpmachines die de bessen van het vruchtvlees ontdoen. De oude manier die gebruikt heel veel water, dat gaat via een ruwe disc en die vervuilen het water heel erg, die beschadigen de bonen regelmatig. En het is niet helemaal... niet helemaal biologisch verantwoord eigenlijk. En die nieuwe machines die maken en betere koffie. Omdat ze gewoon veel voorzichtiger het doorproces ingaan. En ze gebruiken nauwelijks water, waardoor ze het ook niet vervuilen. Dus dat werkt aan 3 kanten beter. Dat gecombineerd met alle tools die ze nodig hebben die ik net zei. Dan kun je de lat ineens een heel stuk lager leggen. Waardoor we veel betere prijzen aan de boer kunnen betalen. Waardoor zij dubbel enthousiast worden omdat ze 2 keer zoveel verkopen. En bijna een dubbele prijs kunnen vangen voor extreem goede koffie. Wat wij weer... goed kunnen verkopen aan het Formule 1 circuit, noem ik het altijd. De koffiegerelateerde projecten die we doen, om daaromheen ook sociaal... je kan niet alleen maar van een boer vergen dat hij hard moet werken en zijn koffie krijgt. En het is leuk om er wat omheen te doen en dat gaan we nu in een aparte stichting doen om het te scheiden van onze commerciële onderneming. Om alles schijn te mijden eigenlijk. En wat voor dingen ga je exact doen? We beginnen met 2 scholen, 1 in het Sesamgebied in het noorden van Ethiopië en 1 Kaffa, waar we een project hebben met 400 hectare ongeveer. Dus dan gaan we de school, dit is een vervallen staat en daar hebben ze helemaal niks. Dus schoolmeubilair tot leraren, kopieermachines en lesmateriaal en dergelijke, voetbal, dat soort dingen. Hey, en ik zeg dat je hebt heel veel bekende koffies op dit moment, bijvoorbeeld Stumptown Coffee Roses, die een pop-up store in Amsterdam hebben gehad. Kopen die nou ook koffie bij jou, dat is het gasten? Ja. Al 8 jaar geloof ik zijn we altijd wel de leverancier voor Ethiopische koffie voor hun. En dat is ook een Formule 1 rijder, zeg maar. Ze hebben al overal in de wereld hebben we Japan, Australië, natuurlijk heel veel in Amerika, maar ook Zuid-Afrika, Scandinavië natuurlijk. China zijn we nu ook bezig, Korea. Dus ja, daar alle top roosters die voorzien wij van koffie. Ik bedoel, Kees van de Westen, dat is ook een exportproduct. Die verkoopt, denk ik, ik weet niet zeker, maar meer machines naar Duitsland dan dat hij in Nederland verkoopt. Geldt dat voor jou ook? Verkoop je ook koffie in Nederland of het meeste naar buitenland? Nee, ik verkoop echt ver weg het meeste in het buitenland. Ik ben eigenlijk ooit mijn koffiebranderijtje begonnen meer uit frustratie, omdat geen Nederlander, behalve Barenboot, moet ik erbij zeggen, de enige en de koffiecompany uiteindelijk ook, die in vroegtijdig stadium bereid waren om een goede prijs voor een mooie koffie te betalen. Dus zo ben ik eigenlijk die branderij ook ooit begonnen. Ik wilde gewoon ook de koffie zelf drinken natuurlijk. Er is gewoon een andere mentaliteit. Gelukkig zie ik nu dat er wat movement is. Dat is een goed teken. Er is nog een hoop werk te doen. Ja. Hey, en je hebt natuurlijk heel veel koffieproducerende landen, waaronder Ethiopië, waar het allemaal ooit begonnen is. Nou gaat er een gerucht over deze beurs dat jij in een van de tropische eilanden aan de slag gaat. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, het is Kaapverdische eilanden. We hebben een projectvoorstel ingediend bij een programma van de Nederlandse overheid, PSI. En daar zijn we uitverkozen om dat te gaan doen. Dus we gaan nu voor bijna 500.000 euro gaan we machines installeren. En eigenlijk gaan we de hele koffieindustrie die in Kaapverdi in Fogo, dat is een eilandje, een van de eilandjes daar, die midden in de Oceaan, Atlantische Oceaan ligt, 600 kilometer ten westen van Dakar, Senegal. En
Die vulkaan is 3000 meter hoog en groeit van oudsher al koffie. Volledig verwaarloosde struiken. En de pulpmachine die er staat, die is van hout en die is al 10 jaar niet gebruikt. Dus alles is er. Ze hebben 25% werkloosheid. Dus ze hebben gewoon hulp nodig. En door middel van dit programma kunnen wij een extra investering doen. We moeten zelf de andere helft bijleggen. Dus dan wordt het een relatief klein project, maar een heel sexy en spannend project, vind ik. Ik denk dat er een hele mooie koffie vandaan komt. Ik heb druiven zien groeien op 2000 meter hoogte die een waanzinnig mooie wijn maken. En koffiestruiken die groeien ertussen. Dus alle ingrediënten om bizarre koffie te maken, die zijn er. Dus ik krijg een soort Jamaica Blue Mountain, Hawaii-achtige koffie wellicht.